We willen hier in de betrekkelijke rust van de kleedkamer eventjes napraten met doelman Jan van Beveren. Die we om te beginnen natuurlijk van harte geluk wensen met zijn kampioenschap. Jan, jij hebt naar zo'n kampioenschap ontzettend lang toegeleefd. Ja, het hele seizoen eigenlijk. Ik was eigenlijk toen we begonnen en toen ik de ploeg zag spelen in het begin. Toen zei ik, wij worden kampioen. Gezien ze zien dus het spel van Ajax en Feyenoord wat ze gaan aanbood eigenlijk in de eerste, vorig jaar. En toen heb ik gezegd, met dit materiaal moeten wij kampioen kunnen worden. En nou, dat heeft eigenlijk één zondag heb ik er niet in geloofd. Dat is toen Feyenoord bij Amsterdam won. Maar dat heeft één dag geduurd, want toen won Amsterdam in de Kuip. En voor de rest ben ik er steeds van overtuigd geweest dat wij kampioen zouden worden. Met toch natuurlijk wel alle spanningen van dien. Ja, PSV is kampioen. Wat betekent het voor jou persoonlijk? Nou, alles. Dit is alles voor mij. Ik ken niet beter. Het is de mooiste dag in mijn voetballeven. Dit. Ja, en de wedstrijd, om daar nog heel kort even op terug te komen. Daar moeten we heel kort over zijn. Die was erg slecht in mijn ogen. Maar gezien de spanning was het misschien wel te verwachten. We gelukkig dat we goed op 2-0 komen en dat brengt wat rust. Ja, Jan, er zijn deze maand, om eens wat te noemen, nog twee interlandwedstrijden van Nederland zelf al. Is het wat voor jou? Nou, ik heb zoveel achter de rug met die spanning. Van mij hoeft het niet. Echt niet. Nee. Deze maand niet meer? Nee, echt niet. Nee, ik ga mijn vakantie nou. Als ik naar mijn eigen kijk, dan heb ik het hard nodig op het moment. Oké, Jan, nogmaals geluk gewenst en plezier in de vakantie dan. Dankjewel.